Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En zoals ik iedere keer zeg, met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom niet gewoon een travel vlogger worden? Nou, Saïra is vandaag bij mij en ze gaat me daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Saïra. Dag Jelena. Hoe gaat het met je? Het gaat. Thanks for having me. Of course, let's have some Q-Time. Ja. Yeah. So, travel vlogging, een travel vlogger. 2-3 jaar geleden zou je denken dat het is alleen voor mensen uit het buitenland. Maar jij bent echt gewoon één van onze eigen Surinaamse mensen die dit doet. Ja. So, tell me everything about it. Nou, het is initieel begonnen als een blog. Omdat ik sowieso hou van schrijven en ik ben er vrij goed in. Dus ik dacht, why not? Ook al leest niemand het, is gewoon voor mezelf. Mm-hmm. Omdat, initially, I started... going on trips, weet je. En er was niet echt veel informatie over waar je kan gaan, wat je kan doen in Suriname. Dus ik dacht, oké, dan ga ik het zelf uitzoeken. Zo ben ik begonnen met op trips gaan. En ik schreef ook over mijn trips. Dus zo zijn de Suriname guides begonnen op mijn blog. Mm-hmm. En het is echt gegroeid vandaar. Omdat niet alleen ik had het nodig, andere mensen ook blijkbaar. Ja, iemand moest het doen, want... Zelfs als je als toerist hier komt, only if you really know someone, dan kan je echt Suriname ervaren. Ja. So, jij was gewoon een dagje het zat toen je zei van, ik weet niet waar ik kan gaan, dus ik ga het gewoon maar even opschrijven. Wie wil lezen, mag het lezen. Ja. En toen dacht ik, ik ga maar ook foto's erbij plaatsen en wat filmpjes erover maken. Ja, dus eerst was ik niet zo comfortabel achter de camera en ik vond het een beetje vreemd om mijn telefoon zo te houden en met mijn telefoon te praten. Iedereen keek naar je alsof je gek bent. Mm-hmm. Maar ja, ik dacht van oké, dan ga ik maar gewoon even beginnen met blogs. Mm-hmm. Toen zeiden steeds meer mensen van share video's en weet je wel, we willen een beetje long form content zien. Mm-hmm. Dus ik dacht oké, laat me het proberen. En ik heb het geprobeerd. Ik probeer nog steeds hoor. Mm-hmm. Maar het lukt het niet. Het lukt echt. Ik volg je al een tijdje. En from my POV heb je eigenlijk een hele goede strategie gebruikt. Want je schreef eerst alleen en suddenly zagen we gewoon content komen. Foto's. En plotseling ook een video. Daarna de voice-overs erbij. Zo, het is echt gaan groeien. Daarna had je ook, was je in die lives op TikTok. Gekke conversaties en zo. So, hoe heb je eigenlijk je strategie bepaald? Want plotseling is ook je following gewoon sky high gegaan. Ja, dus mijn following, ik struggelde. Ik ben nu al 3 jaar bezig. Ik struggelde het eerste jaar zwaar. Ik ben begonnen met 1500 followers. En ik, door mijn blogs, is er gewoon steeds meer vraag naar gekomen. Dus het groeide. En toen ben ik heb ook mijn eigen social media marketingbedrijf, dus zo weet ik het. Oké, even shout-out naar je. Ja, ja. Dus daardoor weet ik wat ik moet doen. Ik weet welke hashtags ik moet gebruiken. En ik heb dat gewoon zwaar toegepast. Strak 3 jaar lang. Eigenlijk, de doorbraak is gekomen door mijn birthday trip vorig jaar naar Trinidad. Trinidad. Ja, echt. Ik ben zo weg van Trinidad. Ik was daar. Ik ben... Aan het eind van mijn trip kreeg ik plotseling een modeling contract aangeboden. Ik heb ook ontmoet met die mensen daar, gesproken met ze. En ja, signed the contract. And from there, it went. Poef. Oké. So, als ik goed naar je luister... You just have to do it. At least niemand het somewhere. Somehow gaat iemand het zien. Or mensen gaan het zien. And they will give you the engagement you need. Dus ja, ik ben... I'm kind of crazy. Some people might really call me insane. Maar ik werkte ergens vaste baan, weet je. Mm-hmm. Verdiende goed. Mm-hmm. I just said, you know what? Deuces. En ik ben gewoon begonnen met mijn eigen ding. I left my job... In februari vorig jaar. En in september heb ik letterlijk al mijn spaargeld gebost op een trip naar Trinidad. Gewoon mijn birthday trip. Mm-hmm. En dat was eigenlijk de doorbraak. Ik dacht van oké, dit is al mijn geld. Ik weet niet hoe ik ga leven als ik terug ben. We vinden het zelf uit.
En we vinden het uit. En het is echt gegaan sinds toen. Hè. Soms moet je echt gewoon, ook al begreep niemand je, gewoon doen. Oké. Okay. Ja. En dan zit je nu hier. Want je bent al 2 keer geweest naar Trinidad. En als ik me niet vergis, heb ik ook een serie aan stories gevolgd. En korte filmpjes dat je naar Curaçao was. Ja, ja, dus ik was naar Curaçao. Dat was, wel, dat is lang terug in juli 2022. En ik ben nu al 3 keer naar Trinidad gegaan. Okay. Trinidad is echt... Jullie gaan meer Trinidad content zien, maar in juni ga ik naar Medellin. Dus daar komt nieuwe content. Maar dat wil ik dus ook proberen te doen. Er is volgens mij al, waarvan ik weet, er kunnen meer zijn, maar er is volgens mij al 1 guy die the world travels. Ricky. Ja, yes, Ricky iets. Ja. Van hem alleen weet ik dat hij als Surinamer, weet je, Surinamer die geworden. En, maar mijn point of view is meer the culture. De culture belichten. Like de overeenkomsten tussen de Caribbean en Suriname. Want iedereen stoot Suriname eigenlijk een beetje af. South America doesn't want us. The Caribbean kind of is like, jullie behoren tot South America. Maar er zijn heel veel overeenkomsten. De cultuur is basically hetzelfde. Dus dat probeer ik dan zo een beetje te belichten. En ja, voor de mensen die willen travelen, het is mogelijk. En als je niet weet waar je kan gaan, of waar je, wat de opties zijn, kan je mij volgen, dat zie je. Ja, nee, het klinkt helemaal goed. Je zegt, reizen is mogelijk. Wat is, als je nu hier 3 tips zou kunnen geven aan mensen, want nu moeten we jou als een pro zien, degene die gewoon weet hoe je moet reizen, everything wat je nodig hebt, waar je moet gaan, et cetera, et cetera. Iemand die nu kijkt en denkt van, ik heb ook wel een beetje gespaard, en ze geeft me het idee dat ik ook gewoon risks kan nemen, en wie weet, komen mijn wildest dreams uit. Ja. Wat zijn de top 3 tips die je zou kunnen geven aan iemand die nu kijkt? Nou, de eerste, de belangrijkste. Zoek iemand met een creditcard als jij niet zelf hebt. En boek je ticket direct via de airline website. Sorry, maar tickets gekocht via reisbureaus zijn duurder. Dat heb ik zelf ondervonden. Het enigste waarmee je rekening gaat moeten houden is als je op de Caribbean Airlines website boekt, ga je $30 moeten betalen aan koffer, baggage, incheck. Ik weet niet waarom het erbij zit. Ik heb zelf nog niet uitgevonden hoe ik die prijs erbij moet zetten. Dat komt nog. Dat is nummer 1. Nummer 2, Airbnb is your best friend. Download de Airbnb app. Je kan de hosts kan je ook contacten. Sommige van ze doen wel betalingen buiten Airbnb, want Airbnb neemt natuurlijk een grote kot, waardoor je bedrag hoger wordt. Sommigen doen dat wel buiten de app, dat je een lager bedrag krijgt, maar toch redelijk, weet je. En ja, de derde, je moet echt gewoon mixen met locals. Je moet niet bang zijn. Vraag locals. Locals zijn lief, vooral Trinidad. Je hoort heel veel over Trinidad, van ja, nee, je moet niet gaan, want crime dit, crime dat. Er is crime, ja. Maar me, as a single, solo traveler, ik ben nog steeds hier. I mean, ik ga alleen op straat daar. Ik ga alleen uit daar. Doe het gewoon. En als je in any land waar je bent, als je een rideshare app kan vinden, rideshare is your best friend. Oké, dus ook nog een extra bonus tip. Ja. Nee, dat klinkt helemaal... Ik word er enthousiast van, dus ik denk dat jij en ik hierna even moeten praten. Ik denk het ook. Ik heb je al een aantal keer berichtjes gestuurd. Maar ik vind het zo leuk dat iemand zo jong durft en ook gewoon echt gaat. Want vaak zien we de basisfoto's op Instagram bij de signature places die gewoon het land als marketing naar buiten stoot. Maar er is gewoon veel meer. En door jou krijg je ook gewoon een glimpse van... In ieder geval Trinidad als eerst. Ja. De rest van <volgt daar. laughs> Hoe het ook gewoon anders kan. Ja. Zoals we hebben al gezegd, iemand heeft al, je hebt ons al de tips gegeven. Maar als iemand nu denkt van waar kan ik je vinden? Hoe kan ik je volgen? Hoe kan ik meer op de hoogte blijven van de local guides? Van waar we in Suriname moeten gaan. Maar ook als ik je wil volgen om te zien waar je nog meer gaat in de wereld. Nou, als je me wil volgen, kan dat op @sairatoadventure. S-A-I-R-A-H-T-O. Adventure, vast aan elkaar. Op alle social media. Ik heb ook een website en die is gelinkt in al mijn social media pages.
Okay, nee. Moeilijker, makkelijker kan het niet. Ja, tuurlijk. Nou, Saira, To Adventure. Ik vond het super fijn dat je bij me was. Ik hoop dat je nog heel veel reizen kan maken. Dat je heel veel andere Surinamers kan inspireren. Mag je mond een zegen zijn? Oké, okay, ik was nog niet klaar. Don't cut your blessings this early, girl. Huh? Sorry. Dat je nog meer reizen kan maken. Dat je meer Surinamers kan inspireren om de wereld te gaan zien. En ook tips kan blijven geven. Want als jij als eerst gaat voor ons, dan weten we hoe het vervolg beter moeten aanpakken. Nee, maar you bounce back. Je bent nog steeds hier, toch? Altijd, ik ben nog steeds hier. So keep doing that. En ik ben benieuwd wat het volgende avontuur je brengt. Ik ook. So thank you for being here and having some cute time with me. Thank you for having me. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Saira, To Adventure, bij ons in de studio. En zij is een Surinaamse solo traveler. En ze blogt en vlogt ook daarover. Dus als je wil weten hoe jij slim moet reizen, alvast ook alle info's in de auto voor Trinidad wil weten. En naar het schijnt, of waarschijnlijk straks ook de tips van Medellin. Volg Saira, she will give you all the updates. En als jij dat ook wilt doen, just do it zoals ze zegt. And you never know where life may take you. And remember, your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.